Als je een vaste kijker bent van Life is Beautiful, dan ken je haar ongetwijfeld al. Jenne Verhoeven. Maar ik heb haar uitgenodigd in de studio, want er zit namelijk, het is een jubileumjaar, 25 jaar met de handen in het haar. Jij bent eigenlijk de reddingsboei voor heel veel mensen in een bepaald moment van hun leven. Het gebeurt gelukkig niet bij iedereen. Maar dan hebben we het over mensen die chemokuren moeten doorstaan. Ja, helaas wel. Of mensen die door een ziekte, hoe heet die ziekte ook weer? Nou, de meest voorkomende is alopecia. Ja. Ja, en in alopecia heb je dan heel veel gradaties. Je hebt alopecia andere genetica, je hebt alopecia areata. Je hebt eigenlijk heel veel verschillende vormen van alopecia. En dat is gewoon haarverlies? Is haarverlies, ja. Ja. En waarin onderscheid jij je? Wij hebben een klasse dat het haar en heel goed zelf onderhouden wordt. Want je kan met heel veel Europees haar werken. Maar dat houdt in dat het ook voor jezelf best heel veel onderhoud is. Mm-hmm. Onze haren die onderscheiden zich dat ze zelf eigenlijk weinig onderhoud eraan hebben. We ontwerpen echt een haarstuk. En zo krijg je eigenlijk je eigen haar weer terug. Oké, dus als iemand weet dat hij een chemokuur ingaat met haarverlies, dan maak je foto's. Dus je hebt gesprekken, je meet alles op. Dat gaat naar het atelier. Ja, ja. En hoe lang duurt dat dan eer dat haarstuk klaar is? Nou, een gemiddelde leeftijd van een maathaarstuk zit tussen de 10 en de 12 weken. Voor onze chemolijn hebben wij eigenlijk al zoveel voorbereid dat we het binnen 4 tot 6 weken in ons atelier zelf weer kunnen hebben in Nederland. Hoe belangrijk is een haarstuk voor iemand die kaal is, om wat voor reden dan ook? Op het moment dat ze zeg maar de diagnose te horen krijgen dat ze kanker hebben en dat ze de chemo in moeten, zitten ze eigenlijk diezelfde week bij ons. Nou, dat geeft al aan hoe belangrijk het voor een mens is dat hun haar er nog bij zit. Daarnaast is het zo dat ze in die periode natuurlijk ontzettend veel kracht moeten houden. En op het moment dat je natuurlijk geen haar meer hebt, behandelt iedereen je eigenlijk ook als een ziek persoon. En je moet sterk blijven. En als je dan gewoon jezelf in de spiegel kan blijven aankijken, hou je ook die sterkte wel een beetje in jezelf. Dus als je je kind naar school brengt zonder dat jij haar hebt, dan wordt zo'n kind er ook toch op aangekeken. En dat is heel vervelend. Ja. Maar ja, kinderen zijn kinderen. Daar kan je niet zoveel aan doen. Je doet mooi werk. Dank je wel. Dank je voor dit gesprek.